Linda Peelen, opperhofdame mag ik wel zeggen. Vanavond was uw eerste keer dat met de ontkroning, met het kroontje helpen afhalen en bij jouw meiden dat je de kettingen afdeed en weer omdeed. Hoe was dat? Ja, een beetje dubbele gevoelens. Aan de ene kant heel mooi om het met die dames zo af te kunnen sluiten. Aan de andere kant heel emotioneel, want je bouwt in een jaar heel wat op met z'n drieën eigenlijk. En je maakt zoveel dingen mee, dus het is best wel zwaar om afscheid te moeten nemen en vervolgens weer gelijk door te gaan met twee nieuwe meiden. Maar voor de rest, ja, ik denk dat het wel heel goed ging. Ja, want je hebt het heel zakelijk aangepakt, er zat een goed tempo in. Hè? Je hebt die eindspeech, die was heel emotioneel en dan in één keer staan ze er al, zeg maar. Twee minuten pauze hadden we en dan kwamen ze binnen, de nieuwe meiden. En daar was jij ook weer verantwoordelijk voor. Ja, dat klopt. Dus je bent aan de ene kant aan het afsluiten met de huidige heidehoogheden. En ondertussen gaat het achter de schermen alweer door met de nieuwe heidehoogheden. Dat is een beetje raar. Maar je hebt, omdat het gelijk zo achter elkaar gaat. Maar ja, aan de andere kant, je kan maar beter doorgaan en dan het komt vanzelf wel goed. Ja, en je nieuwe meiden, ik moet natuurlijk zeggen, de nieuwe hoogheden. Ja. Heidehoogheden. Wat voor indruk heb je van ze? Wat voor gevoel hebben jullie nu? Wat voor gevoel? Hoe doe je zo? Ik verstond je vraag niet. Nou, je kent ze natuurlijk al, denk ik nu. Hoe vaak hebben jullie elkaar nu al gezien? Nou, we hebben elkaar wel natuurlijk gezien met het passen van de schoenen, de japonnen. Het zijn twee hele leuke, enthousiaste meiden. Ik ben bijzonder gelukkig met ze en ik weet zeker dat we met deze twee dames een heel bijzonder heidejaar tegemoet gaan. Het zit je best wel een beetje hoog allemaal. Ja, dat klopt. En ik ben eigenlijk toe aan een wijntje. Ik laat je gaan. Fijne avond. Dankjewel.